Ja, Ron Jans, waarom kiezen jullie voor het trainersduo Danny Buijs en Henny Spijkerman? Ja, dat zijn de twee nieuwe in ieder geval. En er komt zelfs nog een nieuwe bij, een fysieke trainer. Maar, want de staf is nog groter. Maar dat is een heel verhaal. En dat verhaal dat begon al vorig jaar in april. Dat ik toevallig werkte bij de KNVB en een 22 spelers of trainers op gesprek kreeg. En die zich allemaal hadden opgegeven voor de coachbetaald voetbal, het hoogste trainersdiploma. En ja, daar sprongen er voor mij een aantal mensen qua gesprekken enorm bovenuit. En daar was Danny er één van. Ja, en dan, ja, toen werd ik technisch manager van FC Groningen. En dan ga je je oriënteren en kijken voor een nieuwe trainer. En we hebben trainingen bekeken, we hebben wedstrijden bekeken. We hebben ontzettend veel informatie van spelers van Kozakke Boys, van mensen uit bestuur en de staf van Kozakke Boys. En het was allemaal ontzettend positief. En in december na de uitwedstrijd in Excelsior waren we welkom op de koffie bij Danny thuis. En we verloren bij Excelsior, maar we gingen toch met een goed gevoel naar huis. Want dat was een prachtig gesprek. Daarna nog een keer. En die Spijkerman is erbij gekomen. Danny heeft ook gezegd van, ik wil wel heel graag iemand hebben die niet op mijn stoel wil zitten. En die mijn idee over voetbal op het trainingsveld om kan zetten in trainingsvormen. Ja, dan denk ik dat Henny een enorm geschikte persoon daarvoor is. En we gaan het meemaken volgend seizoen. Ze waren dus al heel snel nummer 1 op jullie lijstje, zeg maar. Ja, nummer 1 en nummer 2. En verder hebben we niet hoeven te kijken. Dus anders helemaal geen gesprekken met andere trainers gevoerd? Nee. Dat is wel bijzonder om een onervaren trainer dan naar FC Groningen te halen. Ja, dat is ontzettend stom. Ja, dat is met Hans Westerhof enorm geslaagd. Dat is met een andere trainer die ze haalde als assistenttrainer bij Emmen. Volgens mij was er een Ron Jans of zo, toch? Ja, dat was ik. En ik heb hier 8 geweldige jaren gehad. Dus ja, kijk, ervaring doe je op door dingen te doen. En Danny kreeg van ons de kans met de hele staf om het te doen. En ja, vandaag, als je het ook weer ziet hoe hij zich presenteert. Ja, dat ruikt naar eigenlijk wat FC Groningen is, ondanks dat hij uit de buurt van Rotterdam komt. En ja, daar hebben we ontzettend veel zin in. Ja, maar Henny Spijkerman is natuurlijk een hele ervaren trainer. Ik denk dat die twee elkaar ontzettend goed kunnen aanvullen. Ja, dat is zo. En de nadruk ligt natuurlijk nu op Danny en Henny. Dat klinkt ook wel goed. Maar we hebben Peter Hoekstra, we hebben Bas Roorda, we hebben de hele fysieke staf. Daar gaat Jarno Vorenthold, die zat bij de jeugd, part-time. En die gaat daar nu de krachttraining en fysieke werk en het individuele werk doen. Dus we hebben enorm veel kwaliteit binnen de staf. En maar daar komt het publiek denk ik niet voor kijken. Maar die sturen wel de spelers aan. En daar hebben we heel veel vertrouwen in. Ja, maar Henny Spijkerman heeft al zoveel ervaring bij Ajax. Dat kan hij gigantisch delen bij een club als FC Groningen natuurlijk. Ja, maar hij heeft bij Ajax ook in heel veel verschillende functies gewerkt. Maar ik ken Henny heel goed. Dat is niet de reden dat ik hem gehaald heb. Want ik vind hem gewoon keigoed als persoon en als veldtrainer. En hij is het liefste gewoon bezig met trainen, met jongens, leren. En dat gaat hij doen. Kop de veur voetbal willen het publiek zien. Hè? Weer een nieuwe term die Ron Jans voert bij FC Groningen. Ja, die is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè? Maar bij de Graafschap heb je Dran. En we werden net GTPV. Dat is eigenlijk hetzelfde als kop de veur voetbal. Het is gewoon er bovenop kletsen. En maar als er goed gevoetbald wordt daarbij, buiten de strijd, ja, dan is dat helemaal niet erg hoor. Wat is de doelstelling nu met deze twee nieuwe heren aan het roer, met de rest natuurlijk erbij? Ja, maar ik denk dat een doelstelling dat het heel goed is om daar eerst voor de staf, om de spelers daarbij te betrekken. En dat je ook spelers, staf en club, dat je één doelstelling hebt. Het is wel duidelijk dat we het heel graag, wat altijd de doelstelling is geweest van FC Groningen. Ja, dat je, we zijn nu in het rechterrijtje geëindigd en dat willen we eigenlijk, daar willen we vanaf. Heeft hij al wensen kenbaar gemaakt van qua spelers en hoe hij wil gaan spelen met bepaalde spelers? Ja, maar zo werkt het niet dat je je wensen hebt. Maar we zijn van begin af aan, dan ga je kijken van wat heb je. Met wie ga je misschien niet door? Joël van Nieft dan en Kasper Larsen. En met wie ga je wel door? Waar kunnen de verrassingen zijn? Waar kun je versterken? En daar zijn we continu mee bezig. En daar heeft de trainer ook een adviserende rol in.
Lars Veldwijk, gaan jullie niet verder mee, hoorden we net. Dat is echt helemaal definitief over nu. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er dan een uitweg moet komen. Maar we hebben gisteren aangegeven. En we hebben echt... Ja, binnen alle geledingen hebben we echt heel goed gedaan van ja, hoe denken jullie erover? En we willen niet meer terug. Dit seizoen is te veel gedoe geweest. En daar is Lars ook ja, regelmatig bij betrokken geweest. En je wilt mensen heel graag een tweede of een derde kans geven. Maar we willen dat ook de nieuwe staf, dat je niet meer teruggaat naar dat soort dingen. Maar dat je vooruit gaat. En daarom lijkt het ons voor beide partijen beter dat we uit elkaar gaan. DOV, COC, Vuik, jullie willen er echt alles aan doen om hem voor de club te behouden? Ja, dat willen we zeker. Hij heeft uitstekend gedaan. En ik heb er ook een heel positief gevoel over. Alleen het moet altijd nog een handtekening moet erbij zijn. Jesper Drost hoorden wij ook van dat hij misschien uit mag zien naar een andere club. Hij heeft het zelf ook al gezegd tegen ons. Hoe staat dat met Jesper dan? Ja, maar dat is... concreet is daar op dit moment niks. Maar spelers die nog een jaar een contract hebben... Dan is het normaal gesproken zo dat het is verlengen ja, of verkopen. En nou, we gaan op dit moment met Jesper niet verlengen. Dus als er een club is die geïnteresseerd is, ja, dan moeten ze zich melden. En die hebben zich nog niet gemeld.